Mijn naam is André Bukkers. Ik werk hier ongeveer 15 jaar en ik geef de cursussen techniek. Het vak techniek is vaak een kwestie van gevoel. De leerlingen hebben daar gevoel bij. Als ze dat hebben, dan heb je 80% heb je al binnen en dan gaan ze ervoor. Wij geven hier de cursus techniek, werken in de techniek. En we zijn dan bezig met basisvaardigheden die de jongens en eventueel meisjes nodig zijn later in de techniek. Het maakt niet uit welke richting ze kiezen dan. Ze kunnen kiezen voor bijvoorbeeld richting lassen, ze kunnen kiezen voor constructiebankwerken, ze kunnen kiezen voor de installatie, ze kunnen kiezen voor autotechniek, fietstechniek, noem maar op. Maar wat voor richting ze ook gaan kiezen later, wij proberen hier de basisvaardigheden die nodig zijn in alle richtingen, om die bij te brengen. Toevallig was vorige week een oud-leerling van ons bij ons. En die komt nog wel eens even langs om te vertellen hoe het met hem gaat en om te kijken hoe het hier allemaal gaat. Die heeft de cursus techniek gedaan, daarna heeft hij de lasopleiding gedaan, niveau 1. Toen is hij doorgestroomd naar de ROC in Apeldoorn. Daar heeft hij niveau 1 en niveau 2 gedaan. Daar heeft hij ook nog wat lasdiploma's gehaald. En nu rijdt hij met een servicebus vol met de modernste lasapparatuur door het hele land, door heel Europa zelfs, om specifieke lasopdrachten klaar te maken. Daar wordt hij voor ingehuurd dan. En dat is echt wel, daar zijn we echt bijzonder trots op. Daarnaast geven we ook cursussen lassen hier. We zijn verbonden met het Nederlands Instituut Lassen. En dat is voor een landelijk diploma. Dat is ook ongeveer de duur van 1 cursusjaar. Ongeveer 38 weken draaien we dan met 3 uur per week met een leerling. En aan het eind van die opleiding is een landelijk examen. En dan hebben ze een diploma. Verschillende niveaus. Niveau 1 en 2 verzorgen wij hier. Wat ik zo leuk vind aan techniek is dat je dingen kunt maken die kapot zijn. Je kunt helemaal nieuwe dingen maken. Vanaf het begin kun je dingen gaan opbouwen. Wat ik zelf erg leuk vind is werken aan klassieke motoren en auto's. Zowel de carrosserie als de motor. En dan als alles weer draait en alles is weer oké, dan vind ik dat prima. Ik mag ook zelf graag rijden op klassieke auto's en motoren. Een beetje racen op het circuit met die dingen, dat is prachtig. We hebben net gesproken over alle basistechnieken die wij hier kunnen volgen. Wij hebben hier behoorlijk wat machines staan waar we dat allemaal kunnen laten zien en waar je aan kunt oefenen. We hebben hier achter ons 4 hele mooie lascabines. Die zijn perfect in orde. Met verschillende lasprocessen kun je daar oefenen. We hebben de beschikking over een mooie draaibank. En we hebben de beschikking over een mooie freesbank, een beugelzaagmachine. En noem maar op. Dat zijn allemaal apparaten waar we bijzonder trots op zijn en waar erg fijn mee gewerkt kan worden.